Hoi, ik ben Robert Habers, ook wel bekend als Station 7, en ik ben de oprichter van de Rode Ridder Wiki. Vandaag gaan we het hebben over een klassiek album, genaamd De Gouden Sporen. Velen van jullie zullen dit album vast wel kennen, want De Gouden Sporen is ook wel bekend als het beste album van de Rode Ridder stripreeks. Maar waarom wordt het beste album gezien als van de Rode Ridder stripreeks? Nou, laten we eerst maar kijken naar de verhaallijn. Want waar gaat de verhaallijn over? Nou, Johan moet 3 schildknapen op zijn reis. En deze 3 schildknapen hebben ieder zijn eigen persoonlijkheid. Ze zijn, ondanks dat ze wel vrienden zijn, hebben ze toch ieder zijn eigen leven. En ja... ontmoeten ze later ook de schurk, de vijand, genaamd Baldur. Want Baldur laat zich wel graag in beeld zien, niet zoals de vorige vijand, Reholt. Die kwam wel in beeld, maar kenmerkte zich niet meteen als vijand. Dat was pas als plot twist. Baldur was meteen als vijand in beeld te zien, als hoofdvijand van het album. Die toonde zich meteen. Dat was sowieso al een verschil met de vorige hoofdvijand. Dat Reholt zich wel liet zien. Niet meteen als hoofdvijand. En Baldur deed dit wel. Zo bouwde Johan ook gedurende zijn reis een training op met de schildknapen. De schildknapen waren dus onder training van Johan. Maar iedereen kon... daardoor de ene beter trainen met Johan dan de ander, zoals Erwin. Erwin was geen sterke jongen. Een jongen die niet zoveel lef had als Kurt en Erik. En dat is ook later te zien waarom dit album zo bekend is. Erwin die was een beetje laf, zou ze dan zeggen. Erwin die had niet zoveel lef als de andere 2 schildknapen. En dat maakte hem een zwakkere schildknaap. Maar hij had wel gevoel voor Veerle, de dochter van Wulf. En daardoor kwamen ze later in een strijd met Baldur en moesten vele levens uit bekopen, onder ook die van Erik en Kurt. Erik en Kurt hadden sowieso al geen goede vriendschap en kozen ieder een eigen pad. Maar het pad zou leiden uiteindelijk allebei naar een... dood. Eerst naar de dood van Erik. Erik zou eerst sterven. En Erwin was al eerder gewond geraakt. Omdat hij dit keer wel zich wat meer durfde te tonen. Maar Kurt offerde zich ook op. En daarom staat dit ook bekend als een briljant Rode Ridder verhaal, dat sowieso. Maar ook als een verhaal van opoffering. En Erwin voelt zich schuldig. Want op het einde zegt hij: hier is er plaats. Eens zal ik terugkomen waardig om ze te dragen. Erwin voelt zich schuldig omdat hij niet zo sterk was als Kurt of Erik. Of niet zoveel lef had. Daarom ook die eindquote. Die gaat er wel in. Natuurlijk. Zo, ik denk dat Erwin het ook op zo'n manier zou zeggen, met gevoel. Want hij voelt zich echt schuldig dat hij niet schildknapwaardig was. Maar ja, dat ze een gouden spoor hadden verdiend. Maar Erwin voelt zich daar niet strijdwaardig genoeg voor. Omdat hij niet zo in de strijd was zoals Erik en Kurt. En hij heeft ook nog Veerle op het einde bij zich.
Dus, en heel veel doden op het einde zijn er ook nog gevallen. Het is een heel mooi album. En het tweede album van de Rode Ridder. Waardoor het bekend werd als de stripreeks die we tot vandaag de dag nog kennen. En ook voor het eerst komt een hoofdvijand om het leven door Johan. Naam Baldur komt op het einde ook om door Johan. Dus dat is het over de Gouden Sporen. Daarnaast wil ik nog eventjes wat Rode Ridder items laten zien. Die ik gedurende tijd in mijn collectie erbij heb gekregen. Nou, gekocht bedoel ik. En dat zijn weer een aantal items. Dus dan gaan we eventjes weer wat laten zien. Dus hier beginnen we met Mordred, de luxe editie. Dit is de luxe editie van het album Mordred. Het 267ste album van de Rode Ridder. Ik heb nog een kleine leuke bladwijzer. Hele leuke bladwijzer. Indigo Magisse en Galaxa. Tijdens de periode van Klaus Schulz. Dan heb ik hier ook nog een Ex Libris van Karel Biddeloo. Met Galaxa. Op de cover. Deze hoort ook bij het album. De Boetelingen. Deze hoort bij het album De Boetelingen. Die heb ik hier. En dan heb ik ook nog een soort van. Het is niet een gehele. Het is een folder. Maar er staan meerdere strips in. Het is een ander soort folder dan normaal. Hier hebben we. Met als cover De Lieve Lille. Han, ja, zo. En hier zo bevindt zich de Rode Ridder. Hier zo. Zo, hier is de Rode Ridder. Dit is een soort van foldertjes. Ik heb er nog twee, dacht ik, in mijn collectie. Hiervan. Het zijn een soort van, losse. Als we folders bij elkaar geniet. Met allerlei uitgaven van de standaard uitgeverij. En daarnaast is ook nog de Maangodin. Met een Ex Libris er ook bij. Het is een Ex Libris van het vorige album, Fata Morgana. Dit is een Ex Libris. Ook weer gesigneerd door Karel Biddeloo. Deze was gesigneerd in Spirit Temse. Jammer genoeg heb ik nooit Karel Biddeloo ontmoet. Uit de verhalen gehoord. Zou het een hele aardige man zijn. Ik vind het heel jammer dat ik hem nooit heb kunnen ontmoeten. Andersman. De luxe uitgave. Andersman nummertje 5. Hierin heeft de Rode Ridder een hele kleine rol. In de bioscoop van Pathé speelt hij een kleine rol. Kreeg ook van Ralf Dikmans, de tekenaar van Andersman, ook nog deze 10 jaar de Rode Ridder wiki tekening. Waar ik heel blij mee ben. Dankjewel Ralf, nogmaals. En hierin heeft hij ook voor mij nog een tekening gemaakt. Johan en Lanslot erin. Heel gaaf. Heel gaaf. Heel gaaf, Ralf. Heel gaaf. En dan pak ik zo het volgende item dat ik wil laten zien. Dan hebben we hier. Hier hebben we. De getekende tijd. En als je goed kijkt, zie je op de cover. Zie je Johan staan. Hierop staat Johan. Dus hier, dit is ook gerelateerd aan de Rode Ridder. Getekende tijd. Wisselwerking tussen geschiedenis en strips. Ik heb rondgekeken, maar volgens mij zag ik een foto van Johan staan. Behalve op de cover. Dus deze moest ik natuurlijk ook hebben. Geweldig, weer zo'n item. En ik heb nog last but not least, met dank aan een andere Rode Ridder fan, Nick Lebon,
heb ik ook nog deze leuke standaard uitgeverij folder van het najaar 2020. Waarin de Rode Ridder ook te zien is. Hierin verschijnt de Rode Ridder van het album Mordred. Nou, ik mis nog één standaard uitgeverij folder nog van 2020. Dus van zomer 2020. Dus mochten jullie weten hoe ik daar aan kan komen, zou dat mooi zijn. Maar goed, jullie kom ik er nog wel aan. Ik geef niet op. En ja, ik wil iedereen bedanken voor het kijken. Lees de Gouden Sporen, een klassiek Rode Ridder album. En ja, het draait natuurlijk ook om loyaliteit, moed en vriendschap, dit album. Want de schildknapen hebben niet bepaald een echte vriendschap allemaal met elkaar. En vooral Erwin. Erwin heeft het moeilijk, arme Erwin. Ja, het is een prachtig verhaal. En lees het, geniet ervan. Net zoals ik. En tot de volgende keer. En met de groeten van Rode Ridder Wiki. En dankjewel voor het kijken. En tot de volgende Rode Ridder vlog. En doei!